Zometeen in de uitzending praat ik met de mannen die sturing moeten geven aan de plannen voor het centrum van Boksel. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, maar welke oplossingen gaan ons centrum redden? En wie dacht dat het stil was rondom het thema schaliegas? Nou, die heeft het mis. Niets is minder waar. Het is vandaag dinsdag 25 november. Van harte welkom bij Dommeland Live. We beginnen met het onderwerp schaliegas. De Zuid-Afrikaanse documentairemaakster Jolyn Menaar is hier te gast, rechtstreeks vanuit Amsterdam gekomen. Haar film is namelijk geselecteerd voor de ITVA in Amsterdam. Ze heeft een prachtige documentaire gemaakt, genaamd Unearth It. Het gaat over schaliegas en de zoektocht naar de voors en de tegens en wat zij zoal tegenkwam op haar pad. Jolyn, van harte welkom. Ontzettend fijn dat je er bent. Dank je. Goed zo. Jij bent meegekomen met Mirjam Bemelmans. We kennen haar allemaal. Ze is bestuurslid bij Schaliegas Vrij Nederland, Stichting Schaliegas Vrij Nederland. Wij kennen haar allemaal als Mirjam die bovenop de barricade staat met een tomeloze energie om er maar voor te zorgen dat er geen schaliegas in Boksel, maar ook niet in Nederland, geboord gaat worden. Dankjewel dat je er bent. En we hebben natuurlijk voor vanavond de portefeuillehouder Peter van der Wiel uitgenodigd. Die had vanavond verplichting op het gemeentehuis. Maar wij zijn altijd blij met Bas Gel van de gemeente Boksel. Senior communicatieadviseur gemeente Boksel. Van harte welkom Bas. Ja. Laat ik maar meteen met jou beginnen. Want vandaag is volgens mij een historische dag voor de gemeente Boksel. Want als ik het goed gelezen heb, dan zou met vandaag het huurcontract van Quadria beëindigd zijn. Klopt. Klopt. Vandaag is dat huurcontract afgelopen en daarmee geëindigd. En welk addertje zit er onder het nu nog mooie groene gras daar? Het addertje wat daaronder zit is het behoorlijk vage besluit van de minister van Economische Zaken. Om de opsporingsvergunning voor een heel breed gebied in Brabant niet te stoppen, niet te verlengen, maar aan te houden. Mm-hmm. En het addertje, dat betekent dat bij verlenging de huurovereenkomst verlengd zou worden. Nou ja, wij vinden aanhouden iets totaal anders als verlengen. Dus is wat ons betreft de huurovereenkomst geëindigd. Ja, nu heb ik gisteren gesproken met Frank de Boer, directeur van Quadria. Ik heb hem verteld dat heel Boksel natuurlijk blij is, omdat wij denken van de grond wordt niet meer gehuurd. Ja, hij zegt in zijn optiek, en dat mag ik ook delen, wat ons betreft is dat niet waar. Uiteraard zijn er ook briefwisselingen heen en weer gegaan. Ja. Hij refereerde aan de brief van minister Kamp, waarin heel duidelijk staat dat met name om het terrein niet verloren te laten gaan, dat Quadria de dupe wordt als huurder, omdat er nog geen acties zijn ondernomen, heeft hij die procedure aangehouden. En wat volgens de heer De Boer juridisch alle recht geeft om dat zij alsnog huren. Dan heeft hij de brief verkeerd gelezen. Wat de minister heeft gedaan is in zijn besluit het recht van Quadrille op die opsporingsvergunning, dat is in stand. Mm-hmm. Maar er staat helemaal niks in die brief over huurovereenkomsten in Boksel. Dus wij denken dat stond wel in die brief, want die heb ik gelezen. Mm-hmm. Maar goed, ik ben geen jurist en het is mijn vak ik niet. Ik ook niet. dat met name zeg maar die aanhouding is geschied, omdat Quadria tot nu toe als huurder geen gebruik heeft kunnen maken van het gehuurde perceel. Ja. En om dat nu juist daarvoor te zorgen. Zou hij hem aanhouden? Wat de minister in zijn brief schrijft is dat hij nog geen besluit neemt. Ja. Dat hij daarmee wacht totdat hij klaar is met zijn onderzoeken. Ja. En dat op het moment dat hij klaar is voor een besluit, dat hij dan pas gaat beslissen of Quadrilla de opsporingsvergunning behoudt of kwijt is. Ja. Nogmaals, dat is allemaal heel leuk en aardig, maar een opsporingsvergunning, daar kun je twee dingen mee doen. Je kunt hem verlengen of je kunt hem stopzetten. Mm-hmm. En wat de minister nou doet is de tijd stilzetten of een time-out nemen of hoe je het ook allemaal wil noemen. Mm-hmm. En dat is gewoon iets wat uitermate vaag is.
Maar we hebben het over het ministerie, we hebben het over de overheid. Het zijn natuurlijk grote partijen waar wij als leuke, geweldige, fantastische gemeente Boksel natuurlijk voor mijn gevoel vrij weinig in te brengen hebben. Klopt dat? Als het daarom gaat? Mag ik aanhaken? Ja, je mag aanhaken, Mirjam. Het gaat om dat er draagkracht is binnen de bevolking. Mm. En de minister van Economische Zaken heeft al zoveel reacties uit het land gekregen. Inmiddels zijn er meer dan 220 gemeentes schalig gasvrij. Ja. Er zijn zoveel protesten van bewoners geweest. Er zijn hoogleraren die komen op de barricade. Mm-hmm. Frank de Boer van Cadrila was uitermate amabel van op het moment, ik wil alles voor jullie doen, maar er is gewoon geen draagvlak. Hij mag gewoon. Oké, dat klopt. Ik ga je nu ook even onderbreken, want dat is helemaal correct. Punt blijft, ik ga even terug naar die huur. Gemeente Boksel zegt, huur is beëindigd. Cadrila zegt, wel nee, wat ons betreft loopt dat allemaal gewoon door. En nu? Zijn we het overduidelijk niet met elkaar eens. En dat zal wellicht voor de rechter eindigen of weet ik veel wat, maar zij hebben een hele andere lezing van het besluit van de minister dan wij. Dat hebben we ook tegen elkaar uitgesproken. Wat ons betreft is het huurcontract beëindigd, punt. En hoe gaat het nu verder? Want hebben jullie nog contact gehad? Het is niet net als met een pand, je levert de sleutel weer in. Ja, ze hoeven niks te doen, want er groeit gras en dat is het. Dus zij hoeven geen inspanningen te verrichten om het terrein op te leveren. Wat ons betreft hebben ze dat vandaag gedaan. Het terrein is opgeleverd, huur is beëindigd, klaar. En stel dat ze morgen komen en ze zetten er een... wat mag je erop zetten dan als huurder? Niks. Je mag er niks op zeggen. Het perceel niet meer. Nee, oké, maar als ze dat wel doen, wat dan? Stel dat morgen een bus van Cadrila komt. Ik weet niet precies welke stappen wij dan ondernemen, maar als jij iets niet huurt, mag je dan niks. Oké, je bent heel zeker van je zaak, of niet? Ja, we hebben er goed naar gekeken en aanhouden en verlengen zijn echt twee hele andere dingen. Oké, goed. Dan ga ik graag even naar Jolien. Voor u thuis even een toelichting. Jolien komt uit Zuid-Afrika. Prachtige taal. Ze spreekt perfect Engels. Wij gaan nu heel even kijken hoe het gaat werken. Ik ga mijn vragen in het Nederlands stellen, zo nodig in het Engels. En ik heb er erg veel zin in, want ik vind het fantastisch dat je hier bent. Jij groeide als kind op in the Karoo. Mm-hmm. En dat is het prachtige gebied in Zuid-Afrika, waar nu Shell wil gaan boren naar schaliegas. In het begin dacht jij nog, hey, dat is misschien best wel een zinvolle of een mooie manier om energie te gaan winnen. Maar jij merkte al gauw dat er tegenstand kwam vanuit jouw omgeving. Als jij terug in de Karoo was, dan waren er mensen die zeiden, Jolien, wat zeg je nu, want het is niet goed. Jij bent toen op onderzoek uitgegaan. Kun je kort uitleggen, hoe moeilijk dat is, waarom? Waarom heb ik... Je research. Die research gedaan. Ik denk in het begin, ik ga Afrikaans praten, zo hopelijk werkt dit. In het begin was het, mijn kwestie was eigenlijk het feit dat die mensen in Karoo niet dit mooi verstaan. Die mensen in Karoo, het is een baie droog area, daar is niet baie media nie. Mensen kan niet makkelijk die courant lees nie, of tv kijken nie. So mensen het baie min verstaan. En ik denk die kwestie was altijd om vir hulle te helpen met inlichting, met hulle te helpen met foto's, met video's om te zien wat eindelijk aangaan in Amerika waar hulle met die fracking begin het. Oké, ik heb het begrepen. Misschien voor sommigen thuis is het iets te snel. Het gaat er dus om dat jij erachter kwam dat mensen gebrek hadden aan informatie, aan kennis, aan communicatie. En dat jouw bedoeling is om dat boven water te krijgen van wat speelt er, zodat de mensen weten waar het over gaat. Klopt, hè? Precies, ja. Okay. Dus, en ik denk dus meer, in Zuid-Afrika is het, die balans is baie moeilijk. Ons het energie nodig en ons moet werkskeping inbring. Vir die Karoo wat baie droog is, die area het geld nodig. Dat is mensen wat baie arm is in Zuid-Afrika. En daarom is die besluitneming proces baie, baie delicate. Ons moet baie mooi werk en sien wat ons nodig het. Ons is een developing country. Dis bietjie anders as in Europa of in Amerika. Ja. Ik ga toch even toch tussendoor, denk ik, vertellen wat ik begrepen heb. Het is een arm land. Er is een grote droogte. Water is dus het allerbelangrijkste wat er is.
De mensen zijn niet allen opgeleid en noem maar op wat in veel westerse landen is. Dus de situatie is wat anders. Mm-hmm. Klopt het tot zover? That's what you were telling. Ja, okay. Yeah, dat is precies het. Right. Yeah. And then you felt I have to help them. Definitely, it was a mission to get information to make sure that their naivety, just because net omdat hulle in daai area woon, net omdat hulle arm is, beteken nie dat hulle nie tel nie. Hulle moet nog deel van daai besluitneming van daai hulle moet nog deelneem en in die stad wees en ook kan luister en hoor wat aangaan. Mm-hmm. So it was definitely a mission to make sure that the people of Karoo aren't just swept aside. For energy, yeah. To make sure that the people of Karoo count and they matter. Okay. Wat heel erg opvalt is dat dezelfde reis is als die wij hier in Boksel hebben gemaakt. Mm-hmm. 4 jaar geleden wist ook hier niet echt iemand wat er op ons afkwam. Yeah. We hebben dezelfde reis afgelegd als die jij in de documentaire beschrijft. Dus die twee gebieden lijken op elkaar. Ja. Yeah. In het dwars van de wereld is het zo. In elke gebied waar je wil boer, is het precies hetzelfde scenario. Als het nou in Afrika is, of in Europa of Engeland, is het dezelfde story. Ja. Mm-hmm. Laten we even samen kijken naar de trailer van Unearth It. For a long time, the Karoo was just a forgotten rural area in the middle of South Africa, a place I used to call home. Dis baie lieflik om eintlik by in die Karoo te kan bly. Wanneer jy jou kind sal 'n koppie water gaan gee, dan weet jy dit wat jy gaan drink, weet jy dit is skoon. I was never intending to make a film about this. I never saw much value in the Karoo, but recently, multinational corporations have. They call the process fracking. Water and chemicals under pressure break up rock to get to the elusive natural gas supply. South Africa is eyeing the opportunity of shale gas exploration in the Karoo. I would welcome the fracking industry. The Karoo is a delicate, dry place in need of development. Ons weet in die Karoo is daar baie mense wat eintlik werk soek. Every South African will benefit by shale gas development. Het jy al van fracking gehoor? Soek jy meer inligting? Ja, ik zou graag wel meer horen wat het plan is. Op het TV geweest in Amerika, dan vlammen gas in die water. Are you aware of any documented cases of groundwater contamination being definitively caused by hydraulic fracturing? No, I'm not. Sometimes a story finds you. My name is Jeremiah G, and I live in the United States. And our property has been contaminated by Shell. I'm looking for Jeremiah. Do you know where he is? They assured me that they would not contaminate the water. Hello? Jeremiah, hi, it's Jordan speaking. Where are you guys? I can't really talk about that. My administration will take every possible action to safely develop this energy. You're not telling me the truth. Their agenda is getting reelected. Methylene chloride. Do you want water? Air. Trichlorofluoro. Or do you want gas? I don't even know how to pronounce it. There you go. That's my water. Not bored. Your guys will feel like it's ready just to bust out and bleed. Hey, don't let them come here. Don't let it happen. We have not had a single documented case. This was a documented case that the DEP documented, and it was an official case. It was acknowledged. Menor, M-I-N-A-A-R. My name is Jolyn Menor. And I have a story to tell you. Jolyn, you've worked 3 years to make this documentary. Ik ga weer in het Nederlands. En 400 interviews. Je hebt gereisd. Je bent in. Waar ben je allemaal geweest? In welke landen? Amerika, Canada, de UK en Zuid-Afrika. So three continents. Okay. Merk jij al iets van welke invloed deze documentaire heeft op de besluitvorming in Zuid-Afrika? Wat is de invloed hiervan al? Precies. Ik denk dus
het is baie meer, het is baie belangrijk om mensen te helpen met inlichting, dwars oor die boot. En dus mensen in die Karoo, dus in die stede, dus in die regering, dus net waar ook ons kan, wijs ons uit die vlek om mensen te wijs wat eindelijk aangaan. So ver is die regering nog baie optimistisch oor skaliegas. En hulle wil vroeg volgende jaar begin toets om te sien waar die gas is. Okay. So ons het nog baie werk voor ons. Daar is ander groepe wat ook teen skaliegas is in Suid-Afrika. En hulle is besig om ander maniere om dit te veg. Met aan Earth is het net om vinnig te werk, om soveel as moontlik mense te help met inligting, sodat daar 'n groot publieke outcry is oor die skaliegas wat hulle beplan. Inmiddels is de documentaire, meen ik als ik dat goed gehoord heb, al bekroond tot beste documentaire van Zuid-Afrika. Ja. Dat moet een ontzettend goed gevoel geven, lijkt me. Ja, nee, dat is ongelooflijk. Ons het nogal baie goed gedoen. Ons het in Engeland ook gewen en terug bij reis in Zuid-Afrika ook 2 keer gewen. En nou is ons bij ITVA, wat ongelooflijk is. Maar het gaat niet eindelijk daarover. Dat snap ik. Het is rarig oor om mensen te helpen en na die tijd met mensen te praten. Mm-hmm. En saam te staan en mooi te werken. Samen met mensen van in die regering en mensen in die Karoo. Om saam te sit en seker te maak dat ons nie vir mense lieg nie en dat ons mooi beplan vir die toekoms om seker te maak dat ons energie kry, maar energie wat vir ons allemaal pas en wat long term en verantwoordelik is. Goed. Mirjam, jij bent onlangs in Zuid-Afrika geweest. Ja. Is het daar ook waar jullie elkaar ontmoet hebben of hoe is dat gegaan? Ja. Vertel eens. Mm-hmm. Onze reis start in Port Elizabeth. En daar werd de film aangekondigd op de universiteit. En we hadden gewoon de mazzel dat we de film konden bezoeken. Er waren nog net een paar kaartjes over. En ja, wij waren ontzettend excited om haar te ontmoeten. Mm-hmm. En van de andere kant, Jolien vond het natuurlijk heel erg leuk om de mensen uit Nederland te ontmoeten. Dus toen hebben we elkaar gesproken en na de hand hebben we elkaar ook in Kaapstad getroffen. En toen ontstond eigenlijk het idee van die film moet naar Nederland komen. Ja, en de film is in Nederland. Mm-hmm. Hij draait mee op de ITVA. Ja. Maar de film komt naar Bokstel, naar Podium Bokstel. Misschien wie van jullie wil het even kort toelichten? Nou, hij draait eerst op de ITVA. Ja. En ITVA heeft vrij strikte regels. Maar eigenlijk zodra die bij de ITVA vertoond is, dan komt hij aanstaande zaterdag, wordt hij in Podium Bokstel vertoond. Mm-hmm. Vanaf 7 uur is er inlopen en om 7:30 dan begint hij ook echt. En na de film wil Jolien eigenlijk vragen uit het publiek beantwoorden. Mooi. Ja. En ik hoop eigenlijk heel graag, Jolien is jong, ze is 24 en schaliegas, dat gaat eigenlijk over de toekomst van onze kinderen en kinderen daar van hun. Mm-hmm. En ik zou zo graag jonge mensen in Bokstel bereiken om het verhaal van haar te kunnen zien en horen. Begrijp ik. Bas, van de gemeente Bokstel, is er dan ook iemand bij deze vertoning in Podium Bokstel dat je weet? Nee, weet ik eigenlijk niet. Nee, oké. Nee. Okay. Nou, we weten wel dat een aantal mensen aanwezig zullen zijn. Ja. Mooi. Tot slot, ik wil er heel lang over praten. Jolien, ik heb het gevoel dat jij inmiddels een van de weinige experts bent geworden op alle dossiers, alle voors, alle tegens, de gevaren. Jij bent echt letterlijk in contact gekomen met de mensen die er allemaal mee te maken hebben. Je was in eerste instantie voor. Hoe sta je nu in dit verhaal? Hoe voel ik nou oor die skaliegas? Nou, oor die hele. Dit was een groot, je weet, die toen ik in Amerika was en alles zien wat eindelijk aangaan, weet, in die hoe vir die mensen in die Karoo eindelijk leeg. En het is moeilijk, je weet, ons het energie nodig en ons het development nodig in een developing country, maar ik denk dat skaliegas baie short term is en ik denk dis rarig soort in Engels sê ons, privatizing the profits and socializing the costs. Mm-hmm. Wat baie typisch is van die extractive industry. En ek dink dis, nou, 2014 is het baie meer belangrijk dat ons eindelijk mooi beplan en seker maak dat ons na a low carbon of carbon free economy transition. Mm-hmm. En
in mijn je weet, navorsing en zo, met al mijn vergaderingen zoals jullie wereld, is mensen meer en meer bekommerd. En hulle denk nie dat Caritas eindelijk die rechte richting is nie, vir Suid-Afrika of vir die wereld nie. Ons moet nou sit en we must have the courage now to actually make that shift and to be responsible about our energy futures. All right. Well, thank you very much. Wij zijn aan het einde gekomen van dit onderwerp schaliegas. Jullie gaan meteen weer terug naar Amsterdam, hè, heb ik begrepen. Nou, super dat je tijd hebt willen maken en good luck with all your work. Mirjam, jij ook. Bas, blijft. Want we gaan het zo meteen hebben over de centrumplannen. Nou, we horen en lezen de laatste tijd alleen maar negatieve berichten, want het centrum verloedert en leegstand, nou, dat zien we natuurlijk allemaal. Maar er zijn toch nog enkele nieuwe, jonge ondernemers die de stoute schoenen aantrekken en zich in Bokstel gaan vestigen. Lieke en Brigitte die zijn op bezoek geweest bij Janno van Doornmalen, een nieuwe ondernemer in het centrum van Bokstel. Wij gaan even kijken naar die beelden. Ondanks dat er steeds meer winkels hier in Bokstel leeg staan, zijn er toch jonge ondernemers die hun kansen zien. Wij gaan vandaag op bezoek bij een van deze jonge ondernemers, Janno van Doornmalen. Ik ben Janno. Ik ben 22 jaar. Ik kom hier oorspronkelijk niet uit de buurt. Ik kom uit de buurt van Kerkdriel, een klein dorpje. Ik ben hier mijn winkel begonnen een jaar geleden. Tot dusver gaat het allemaal erg goed. En ik ben gewoon tevreden. Ja. Ja, Bokstel is natuurlijk een mooie plek. We hebben op zich nog een redelijk levendig stadje. Als je toch andere dorpen bekijkt met hetzelfde aantal inwoners. Dus ik heb wel bewust voor deze locatie gekozen. En ook het pand waar ik in zit, daar heb ik ook wel redelijk bewust voor gekozen, zeker weten. Ja. Ik heb eigenlijk niet meer nodig als hetgene wat ik nou heb. En je huurprijs is daar natuurlijk ook naar. Je kan een groter pand huren, maar ja, dan betaal je natuurlijk ook meer. Ja. En als dat niet nodig is, dan is dat jammer. Hier op dit punt, zeg maar, waar ik zit, aan het begin van de Stationstraat dan, daar heb ik nog niet echt het idee dat het echt uitsterft. Maar als je hier dus verderop gaat kijken, ja, daar begint toch wel steeds meer leegstand te komen. Je hebt sowieso natuurlijk een hele hoop dingen, vind ik zelf, dat nog wel enigszins verbeterd kan worden. Er wordt, vind ik zelf, nog erg weinig gecommuniceerd. En dat gaat vooral over de openingstijden. Ik vind zelf bijvoorbeeld, vooral met koopzondagen en koopavonden, de consumenten weten niet meer wie er wel open zijn en wie er niet open zijn. En ja, als er geen duidelijkheid is, dan blijft de consument natuurlijk weg. Ik vind zelf, zeg maar, dat ook de kleinere ondernemers, zoals ik er bijvoorbeeld ook een ben, vind ik wel dat die gewoon net zo hard meetellen als de rest. Ik bedoel, als de kleine ondernemers ook gewoon dicht blijven, dan hebben de grote ondernemers ook niks. Dus je moet zelf echt, zeg maar, met z'n allen een eenheid vormen. En daar laten we het vaak nog, zoals ik al zei, met de openingstijden nog wat op liggen. Ja. Parkeren en zo, ja, dat blijft toch wel een klein beetje een probleem. Voor zo'n centrum als Bokstel moeten gewoon meer vrije parkeergelegenheid zijn. Ja, ik denk wel dat mensen daar van afhouden. Ja. In een bos bijvoorbeeld of zo, dan zet je de wagen in de arena, alleen dan zijn de mensen ook bereid om te betalen omdat alles in de buurt is. En als je dan hier zo het bekijkt, dan zetten ze hem hier neer, moeten ze eerst nog 10 minuten lopen voordat ze in de stad zijn. En dan hebben ze nog niet eens alles gezien. Kijk, ik bedoel, het winkelaanbod is natuurlijk niet zo groot als in een grote stad. En zo is het gewoon. Ik denk wel dat hij het inderdaad zo moet aanpakken zoals bijvoorbeeld Willemijn dat ook deed. Je houdt toch wel, zeg maar, je ziet er toch zo hier en daar wel een keer lopen. Ze komt een keer binnen, ze vraagt hoe het gaat. Bij die mensen moet je natuurlijk gewoon zijn als je iets te klagen hebt of iets te melden hebt. Dus ik hoop dat hij dat gewoon blijft doen. Ja. Nee, nog niet. Nee, ik heb hem nog niet ontmoet, moet ik zeggen. Hij mag je best een keer op de koffie komen in ieder geval. Dus hij is welkom. Ja. Tot ziens! Ja, en terwijl onze volgende gasten zich installeren hier op de bank en in de studio, worden nog even de zendertjes goed gedaan. Kan ik alvast mooi beginnen, want er is heel veel gezegd en geschreven over de plannen in Bokstel. Wat er mis is, wat er beter zou moeten, wat er zou kunnen. Eén ding is duidelijk, er moet wat gebeuren, dat weet iedereen. En daar gaan wij het vanavond over hebben. Ik zal de gasten aan u voorstellen. Richard Strik is hier namens de Koninklijke Nederlandse Horeca. Koninklijke Horeca Nederland, voorzitter afdeling Bokseldiende. Ja. Dankjewel Richard, van harte welkom. Daarnaast Luc Broos, voorzitter van het Centrummanagement in Bokstel. Stichting Centrummanagement in Bokstel. Oké, okay. Nou prima, van harte welkom. Nou Bas Schel, dat weten we, hè. Die is namens gemeente Bokstel hier om deel te nemen aan het gesprek. En dan zijn we heel erg blij en verheugd, want we hebben sinds 1 november een nieuwe centrummanager. En dat is chef van Stratum. Ja, chef van Stratum.
super dat je wilde komen, want je bent nog maar net aangesteld, maar je hebt tijd voor ons gemaakt en dat is hartstikke fijn. En daarnaast de heer Felix Wichman, directeur van BRO, het bedrijf wat diverse onderzoeken heeft uitgevoerd. Centrum Detailhandelvisie, consumentenonderzoek. Op verzoek van het Centrum Management. En dat zijn hele pakken. Ik ben er doorheen gegaan om goed mee te kunnen praten zometeen. Er moet veel gebeuren. Er zitten hier vijf belangrijke mannen, vind ik. Ik begin met de gemakkelijkste vraag van vanavond. Wie van jullie, dan moet ik even Felix, mag ik zeggen, even daarbuiten houden, denk ik. Wie van jullie kan ervoor zorgen dat als wij aan het winkelen zijn, op een mooie zondagmiddag als het koopzondag is, dat de feestverlichting aan is? Dat is de makkelijkste vraag van vandaag. Ja, dat klopt. Nou, de makkelijkste, hij blijkt dus toch moeilijk te zijn. Oh, echt waar? Inderdaad, het is zo dat voorheen deden de ondernemers het zelf. Bedoelt de lampen aanzetten? De lampen aanzetten zelf. Dat verliep dus ook niet zo vlak. In die zin dat de ene deed het wel, de andere deed het niet. Na verloop van tijd, klokken stonden anders ingesteld. Dus dan heeft de gemeente gezegd, nou goed, we pakken het zelf het heft in handen en we gaan het zelf regelen. En wanneer heeft de gemeente dat gezegd? Dat is nou... het is al 2 of 3 jaar zo hoor. Ja, onthoud me even hoe lang dat is. Maar het loopt al 3 jaar niet soepel, hè? Nou, het loopt wel soepel. Het loopt allemaal tegelijk. Alleen overdag gaan ze niet aan, precies. En daar zit de problematiek. En hoe komt dat? Heeft ook met een cel te maken. Die zit in een bos, die reageert op zonlicht. En daarmee springt het ding aan of uit. En ik vind het heel raar, want ik zeg, we sturen een raket naar de maan op en neer. En hier kunnen we de verlichting niet aankrijgen, dus dat is jammer. Maar dat is het punt van aandacht. Ik ben ook niet om nu allemaal hele gemene dingen te zeggen, maar ik denk dan als wij met een aantal mannen het centrum van Boksel moeten gaan... Ja. Redden om het zomaar te zeggen, we krijgen 3 jaar de lamp al niet aan. Dan komt we zijn goed bezig hoor. Dus, ja, dat zeg ik niet, maar... feit dat de lamp niet brandt. Maar dat lampje, dat is nou net zo sfeer bepalend voor het centrum. Als jij gaat winkelen en de sfeerverlichting is aan. Bas, moet ik dan ook even bij jou zijn? Ga je in één keer ook over de lampen. Maar hoe komt dat nou? Waarom gaat die lamp niet aan? Ik weet niet waar het lichtknopje zit, maar ik denk dat we daar eens goed naar moeten kijken. Als die lampen eerder aan moeten of eerder uit of weet ik veel wat. Volgens mij kunnen we dat met elkaar regelen. Wij delen... Meen je dat nou? Wij delen je zorg hoor, dus... Maar wat gaat er aan gebeuren? Nou, precies wat we zeggen. De tijdschakelaar anders afstellen of zo. Het is inderdaad iets wat vanuit, het klinkt ver weg, maar vanuit de mos geregeld moet worden. Of wordt in de bos moeten ze hem aanzetten. Ja, het heeft met een recente stroomvoorziening te maken. Ja, maar snap je, ik zit natuurlijk een beetje te stangen nu. Maar ik denk dat het hetzelfde is als de straatverlichting die in de zomer later aanspringt dan in de winter. Ik denk dat je de instelling moet wijzigen en dan gaan die dingen eerder aan of later wat we met z'n allemaal willen. Maar er is al 3 jaar, wordt daarover nagedacht dan? Ja. Ik denk dat er 3 jaar lang vooral naar elkaar gekeken wordt. Dat is echt ernstig. Ja. Maar wie gaat mij beloven dat het op... Moet jij dat dan regelen, Bas? Of... Ik kan me wel beloven dat ik het mee ga nemen. Ja. Jij gaat het meenemen. Dat is een mooi begin. En als wij als gemeente daar iets voor kunnen doen, dan doen we dat. Oké, dus wij spreken hier af dat die volgende week brandt. Het is gewoon belangrijk dat die brandt. Dat wil duidelijk zijn. De komende tijd is een belangrijke tijd voor winkeliers. Ja, daarom. We hebben allemaal geleerd uit alle rapporten. Sfeer is het belangrijkste, zeker in Boksel. Dat moet je hebben, dan gaan mensen winkelen. Als er geen sfeer is, dan gaan ze bij het internet dingen doen en zo. Dus we moeten echt sfeer creëren in Boksel. Die verlichting is daar een onderdeel van. Maar we moeten natuurlijk meer doen om de sfeer in Boksel te verbeteren. Dat weten we allemaal. Maar het is een belangrijk onderdeel. En ja, wat dat betreft, gewoon aan werken. Ja. Doen. Helemaal mee eens. Oppakken. Wanneer brandt hij? Als het aan mij ligt, vanavond nog. Zullen we zeggen volgende week? Volgende week, dat lijkt me heel goed. Volgende week moet hij branden. Ja. Goed, de consument betaalt en bepaalt, zeg ik maar eventjes heel streng. Brigitte Steer en Lieke Faber gingen afgelopen vrijdag naar de markt, naar het centrum in Boksel. En vroegen de passanten de vraag, moet het centrum voor u een boodschappengebied zijn of een recreatief winkelgebied? En wat ook, wat is nu eigenlijk het centrum? Welke straten en welke stukken horen daarbij? Want het is erg onduidelijk overal. Laten we even kijken wat de consumenten hier, onze burgers, op reageren. Het centrum van Boksel, dit is het hier, dit stukje centrum. Meer kan ik niet herkennen in Boksel.
Stationsstraat is voor u geen centrum meer? Jawel, zeker wel. Maar daar lopen we toch door. Ja, maar niet zo natuurlijk als hier. Vanaf het station tot hier aan de Rechterstraat. Ja, dus u komt ook nog wel in de Stationsstraat? Ondanks dat u zegt dat daar veel winkels... Er staan nog veel winkels. Ja, toch best wel ver hoor. Ik ben vooral in de lengte richting. Mm-hmm. En dan eigenlijk vanaf de Velle Noord toch wel tot de Rabobank. Een beetje tot aan het... Breukelsplein. Ja. En dan aan die kant tot aan het gemeentehuis, eigenlijk tot aan Konijnsholse Dreef. Jawel, toch wel zo tot ver. Maar het is een gat tussen. Er zit een gat tussen. Dus hier aan Breukelsstraat vind ik ook een leuke straat. Voornamelijk de markt en de straat die er al vast zitten. Ja, ik vind het leukste zo vanaf de Stationsstraat hier naar de markt toe. Dat is eigenlijk toch het meeste wat te beleven is eigenlijk. Hè? Ja, en hier op de markt dan. Ja. Ja, tot en met Scapino, maar als je dan gaat zien hoeveel dat er tussendoor leeg staat of wat niet aan winkels of waar dan ook te zien is. Tegenwoordig niet verder dan Zwaanse Brug. Nee, daar bedoel ik. Nee, verder komt er namelijk niks. Er is niks. Ja. Vanaf zeg maar Café de Kom tot zover dus. Nou, het echte centrum, dat is nou de markt en de loop en de straat van de Hema. Daarachter kom ik bijna al niet meer. Ja, heel zelden naar de Xenos, maar verder niet. Omdat daar gewoon al die winkels al leeg staan en het ziet er gewoon niet uit, het oog niet. Het winkelt niet prettig. Als ik gewoon aan het winkelen ben, dan loopt het voor mij tot de Zwaanse Brug. En dan misschien dat ik nog bij de Xenos kom en dan houdt het echt wel op. Of het moet echt zijn dat ik zeg van ik heb iets nodig daar of ik moet bij de Scapino zijn. Maar anders kom ik niet verder, nee. Als ik nou aan u vraag van is Bokstel heeft Bokstel een centrum om alleen heel snel boodschapjes te doen? Of om ook gezellig te gaan winkelen, dus echt om te recreëren? Ik denk het eerste, maar we moeten er het tweede van zien te maken. Dat vind ik belangrijk. Ja. Ik hoef niet de dure merken hebben, maar we moeten wel iets wat wij hebben, iets extra's. Hennis of hoe geen vijf opticiens en drie... Nee, die hebben we al genoeg. Alle twee eigenlijk, voor de boodschap en eigenlijk voor de gezelligheid ook. Voor een terrasje te pikken of iets. Ja. Gewoon lekker. Lekker erg zitten en een boodschappen te doen. Zeker op het terrasje zitten, als mooi weer is. Ja. Dus echt om boodschappen en om te recreëren? Ja. Nee, voor mij puur boodschapjes zijn gewoon even gezellig etalages kijken. Ja, door de week tenminste. In het weekend wil het wel eens een terrasje worden. Okay. Ja, wij wonen zelf ook al bij het centrum, hè? Dus voor ons is het NN. Ja, voor ons is het echt NN. Ik ben tevreden. Oké. Okay. Miepen kunnen we toch altijd, want het is toch nooit niet goed, maar ik ben tevreden. Oké, okay, dank u wel. Ja, tot ziens. Dag. Welke stukkenstraat, welk gebied hebben we het nu eigenlijk als het gaat om de plannen, de visie voor het centrum? Dat is mij niet duidelijk. Wie kan mij dat uitleggen? Nou, een van de belangrijke vragen die we moeten beantwoorden is, wil je een heel groot centrum, mm-hmm, zeg maar van wat mensen zeiden van het station tot aan de Velle Noord, of wil je een compacter centrum? Volgens mij, daar staat een vraagteken achter. En dat vraag is ook het onderzoek nu. Dat wordt nu ook in alle besprekingen, is dat ook een punt thema's. Van, oké. Oké, dus dat is nu nog niet duidelijk, maar wat willen we? Oké. Even een vraag aan Felix. Je hebt onderzoek verricht. Moet het centrum van Bokstel, moet dat een boodschappengebied worden? Wat de resultaten betreft van het onderzoek en de voorstellen die jullie hebben? Of moet het een recreatief winkelgebied zijn? Wat is het best voor Bokstel wat BRO betreft? Dat is een hele mooie vraag, maar die wordt natuurlijk toch bepaald door wat de consument uiteindelijk doet in dat centrum. En ik denk dat je niet anders kunt. Bokstel slaat wat dat betreft niet op zich. Kijk even wat er landelijk gebeurt op het gebied van winkelen. We hebben denk ik 20, 30 jaar lang behoorlijke groei gehad. Steeds meer winkels, steeds meer vierkante meters. De bestedingen die zijn niet gelijk gegroeid met de omvang van het aantal winkels en de vierkante meters. Dat is voor een belangrijk deel denk ik door het bedrijfsleven opgevangen door een stukje efficiëntie in de bedrijfsvoering. Dan komt de crisis eroverheen en dan zie je dat direct eruit is. En wat er dan gebeurt is dat er leegstand ontstaat. En tegelijkertijd zien we juist in die periode vanaf zo'n beetje 2008, 2009... die internetbestedingen toenemen, waar de consument dus 10, 20 jaar geleden geen keuze had. Als hij iets wilde kopen, moest hij naar een winkel toe. Hè? Moest hij aan de toonbank dat product kopen.
Dat kan hij nu ook s'avonds om 10 uur thuis op de bank met de iPad. Ja. En dat verschil is wel enorm. En ik denk dat je in een centrumgebied je goed moet realiseren van wat dat voor jouw gebied betekent. Wat betekent dit voor Boxtel? Nou ja, dat betekent voor Boxtel dat je denk ik niet de illusie moet hebben dat je al die winkels die nu leeg staan, want dat zijn er zo'n stuk of 20 in het centrum, dat je die weer gevuld krijgt met winkels. Dat is denk ik niet meer mogelijk. Dat wil niet zeggen dat het dan geen centrum meer kan zijn, dus dat het afgelopen is met een centrumfunctie. Maar je zult moeten kijken of je dit compacter kunt maken. En je ziet heel veel antwoorden op de vragen die gesteld zijn, waar mensen zoekende zijn van wat is nou dat centrum. De ene vindt het de markt en omgeving, de andere, wat je zegt, trekt het nog door tot het station. Maar uiteindelijk zul je wel naar een compacter centrumgebied toe moeten. En je ook moet realiseren dat de mensen die daar komen, dat die ook komen voor de dagelijkse artikelen, dus voor de dingen die men dagelijks nodig heeft. Daar heb ik direct een vraag op, want in de onderzoeken heb ik gelezen, dan wordt er wel aangegeven dat vrij veel mensen voor hun dagelijkse boodschappen naar het centrum gaan. Maar als ik dan heel realistisch ben, valt daar dan de Albert Heijn en de Lidl bij in het onderzoek? Wordt dat dan daarop gedoeld? Ja, dat is ook weer zo'n discussiepunt. Ja, hè? Ja. De Albert Heijn ligt wat los van het centrum. Precies. En dat geldt ook voor de Lidl. Ja. Maar die twee worden wel in de beleving van de consument nog een beetje tot dat centrum gerekend. Tenminste, ik denk dat dat zo is. Alleen als je naar de praktijk kijkt, naar het koopgedrag, dan worden die doelgericht bezocht, die twee supermarkten. Men rijdt dan met de auto heen, laat de kar vol en de auto vol en rijdt weer naar huis. Mm-hmm. Dus de wisselwerking met de rest van het centrum, die is er maar in zeer beperkte mate. Ja. Nou zei je net, wat er nodig is een compacter centrum. Niet iedereen weet wat dat inhoudt. Kun je daar wat meer over uitleggen? Wat bedoel je dan? Bedoel je dan op een kleinere afstand dichter bij elkaar? Ja. Meer winkels? Betekent dat ze van ver weg misschien gevraagd moeten worden om te verhuizen, gestimuleerd moeten worden? Of hoe? Ja. Gevaar is ook moeilijk, maar stimuleren is natuurlijk altijd mogelijk. Hè? Je kunt, denk ik, ik kijk natuurlijk ook naar de gemeente. Je hebt aan de ene kant heb je een soort ontmoedigingsbeleid. Hè, dat je zegt, nou ga dan niet als winkel, dan vestig je daadwerkelijk in het centrum. Maar je hebt een stimuleringsbeleid dat je het centrum aantrekkelijk maakt. Hè. Ik bedoel, de markt echt een aantrekkelijke markt maakt. De winkelstraat leuk aankleedt. Daar zijn we overigens al wel bezig, moet ik zeggen. En dat trekt dan uiteindelijk weer winkels. En dat trekt dus mensen die op een gegeven moment iets nieuws willen gaan beginnen. Mm-hmm. Ik heb ook begrepen in het filmpje hiervoor, er zijn gewoon jonge ondernemers die best wel wat willen gaan beginnen. Mm-hmm. Het is ook heel erg belangrijk dat we die gewoon koesteren en dat we die op een gegeven moment meenemen. Ondernemerschap is echt het belangrijkste gedeelte, het belangrijkste aspect van zeg maar het centrum. En laten we niet vergeten, er gebeurt ook een heleboel op dit moment. Hè? Dus de herinrichting van de markt is eigenlijk zo goed als afgerond, tenminste de plannen ervoor. Het stap is zo goed als afgerond. Nou, gelukkig hebben we als horeca, want dat mag ik ook wel zeggen, heel goed geschoten in de onderzoeken van BRO, waar we heel erg blij mee zijn. Een dikke voldoende, dat wil ik ook wel gezegd hebben. Dus, ik denk dat de horeca ook niet het meeste te klagen heeft, wat dat betreft, in Boxtel. Wat ik heel belangrijk vind, we doen het met z'n allen. Ja. Het is niet alleen de horeca, het is de gemeente die heel goed samenwerkt met de ondernemers. En dat mag ook wel eens gezegd worden, want ik heb soms het gevoel dat de consument daar, of onze inwoner daar, iets te negatief in staan. En dat is absoluut op dit moment helemaal niet aan de orde, want de samenwerking die gaat gewoon heel erg goed. Ja, alleen dat weten wij niet, dat zien we niet, dat horen we niet. We zien af en toe artikelen, wij weten niet, om even voor de burger op te komen, wat er achter de schermen gebeurt. Dan gaan we eens kijken naar de discussies op social media, waar je heel sterk ziet dat mensen met elkaar aan het praten zijn over wat kunnen we allemaal wel doen. Er wordt heel erg vooruitgekeken. Ja. Er wordt ook heel weinig op elkaar gekat. En ook op de twee avonden die we hebben gehad, 8 oktober en 13 november. Ja. De sfeer was gewoon hartstikke prima. Vooral 13 november met z'n allen aan hartstikke het werk mooi. Gegaan. Ja. Super positieve sfeer. Samen de schouders eronder. Hè? Dan, precies. Daarom zijn we ook heel blij met deze tijd natuurlijk. Dat we hier mogen laten zien dat we het wel degelijk heel goed voor hebben met Boxtel. Dus, goed zo. Iets anders. Nog even terug, boodschappengebied, recreatief winkelgebied. Ik heb een voorbeeld wat ik jullie graag voor wil leggen. Ivo Maaskant, Totaal Interieur Maaskant, wil met Mark de Laat heel graag zich gaan vestigen in de Rechterstraat, als ik het goed heb, nummer 60.
Het zijn jonge creatieve ontwerpers. Ze vervaardigen alles zelf. Zij willen graag open. Het is het oude pand waar Snelders voor kort even zat. Daarvoor was er 40 jaar lang ook een werkplaats. Zij willen hun spullen zelf maken en ze vinden de ruimte prachtig. Ze willen een showroom en een winkel aan de voorkant, dat mensen naar binnen lopen en naar de achterkant wordt gewerkt. Nu hoorde ik dat ook in de wandelgang. Ik denk, hé, dat is een mooie die ik voorleg. Het loopt vast op de vergunning omdat er geen werkplaats in mag sinds 2007. Nou wil ik eigenlijk jullie voorleggen, jonge creatieve ondernemers die mooie dingen maken. Is dat nou iets waarvan jullie zeggen, die moeten we in het centrum hebben? Met een mooie showroom, annex winkel. Als het uiteindelijk een stukje beleving brengt en wat uiteindelijk weer extra klanten brengt, dan zou ik zeggen, dan moeten we met de gemeente aan tafel om te kijken wat we daaraan aan kunnen doen. Wie bepaalt op dit moment nu, want ik hoorde Luc geloof ik al zeggen, werken we misschien met een ontmoedigingsbeleid van je kunt beter niet daar maar daar. In hoeverre wordt er nu centraal door wie gekeken van goh, welke ondernemers laten we... Dat is natuurlijk een van de dingen die we met deze detailhandelsvisie met elkaar gaan besluiten. Daarover gaan we knopen doorhakken. Stel dat we met z'n allen zeggen van joh, dat soort ondernemers die zouden we heel graag in dat gebied willen hebben. Maar de huidige regels staan het niet toe. Nou, dan ligt er dus een klus om met elkaar te kijken wie die regels kunt aanpakken. Ja, dat hoort ook bij stimuleren. Ja. Maar wordt daar tot nu toe dan mee gewacht? Omdat ik een beetje aanvoel, we moeten eerst maar eens kijken welk gebied het centrum wordt, wat onze plannen zijn, wat doen jullie dan met al die verzoeken? Nee, ik denk niet. Nee? Ik denk dat je, als ik even terug mag, we hebben, voor chef hadden we natuurlijk Willemijn als centrummanager. Ik hoor ook dat zij op een gegeven moment terugkwam in de reportage hiervoor zat. Willemijn heeft de afgelopen periode, weken, maanden, gaat ze maar door, met heel veel ondernemers gesproken. Ondernemers die willen verplaatsen. Ze is met die mensen ook daadwerkelijk met de gemeente gaan praten. Van, hey, kunnen we hier aan wat gaan doen? Ze is gaan praten met eigenaren van panden. Hè. Wat kun je doen aan de huur? Is het iets voor jou? Ze heeft eigenlijk een soort makelende functie als het ware zeg maar, gehad. Om echt mensen die willen starten of die willen uitbreiden of willen verplaatsen. Of mensen die het op een gegeven moment ook heel moeilijk hebben. Zo van, ik moet wel stoppen. Om gewoon te helpen van wat kunnen we gaan doen? Mm-hmm. En dat zie ik ook echt als een taak voor chef. Om dat voor te zetten. Samenspraak met gemeente en met alle partijen. En met de onroerend goed eigenaar in het centrum. Ja. Want wij praten natuurlijk wel eens alleen over de winkeliers en de horeca. Ja. Maar de mensen die de panden bezitten en die verhuren, dat is een hele belangrijke partij. Daar wil ik het zo meteen nog graag verder over hebben. Dat is een heel goed. Super om daar over te hebben. Ik kom nog heel even terug op Ivo. Die zich wil gaan settelen en de bereidheid om te kijken van hé, maar als dat een trigger is, het ziet er mooi uit, het is beleving. Dan moet hij gewoon bij de gemeente en de gemeente gaat daar naar kijken? Of is dan een centrummanager al van hé, we moeten chef gaan bellen, want die kan voor ons bemiddelen? Bemiddelen, dan mag je voor chef gaan bellen en de chef zal dat dan meenemen als centrummanager. En uiteindelijk samen met de gemeente of de partij of de vastgoedeigenaar in contact komen om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Om uiteindelijk te zorgen dat het pand weer gevuld wordt. En als dat een creatieve sector is, laat het komen. Beleving is heel erg belangrijk voor uiteindelijk de klant. Misschien moet je dat ook even in het perspectief plaatsen van hoe centrumgebieden zich op dit moment ontwikkelen. Want ik denk dat een puur winkelgebied, dat redt het niet meer in de toekomst. Mm-hmm. Je zult die mix van functies moeten hebben in een compact gebied. En compact is een gebied wat aaneengesloten is, waar activiteiten, pand voor pand plaatsvinden, zonder gaten ertussen die oninteressant zijn voor de consument. Mm-hmm. En of dat nou, die creatieve sector is, met een stukje ambachtelijk werk erbij, of een bakker, een slager en een modezaak, dat moet door elkaar heen kunnen in zo'n centrumgebied. En ik denk dat jullie in Boxtel daar ook een prachtige uitgangspositie voor hebben met een mooie markt, ruimtelijk gezien een mooie structuur. Mm-hmm. Alleen het moet wel een beetje gevuld raken. Ja. En daar moet de reuring plaatsvinden. Ja. Compact in een kleiner gebied. Ja. En de creatieve sector in huis. Hè? Nou ja, dat verbaast mij iedere keer weer dat je Sint-Lucas naast de deur hebt. Ja, en precies. Dat daar heel veel studenten tot creatief ondernemer opgeleid worden. Ja. En je ziet dat niet in het centrum. Okay. We gaan even terug naar de belangrijke opmerking van Luc. Want we hebben natuurlijk in Boxtel, ik heb eens links en rechts gesnuffeld natuurlijk, ook te maken met, vooral in het centrum, met grote, met een aantal vastgoedbedrijven. Ja.
grote partijen. Het zijn met name de pandeigenaren die het wel of niet aan het hart gaat. Ja. Of het wel of niet voor hun. Hoe kunnen wij daar, hoe kunnen jullie of hoe kunnen wij daarvoor gaan zorgen dat dat. Dat is ook een taak veranderd. Daar moet ook een taak van het centrum en is het al ook gaan worden om die groep inderdaad echt te gaan, bij elkaar te gaan faciliteren. En daar ligt een heel belangrijke taak, maar ook een hele moeilijke. Ja, ja. Want er zitten vastgoedeigenaren die komen uit Amsterdam en Rotterdam en Scheveningen. Ja. Maar ook de zogenaamde pensionado's die de panden hier bezitten, die wel erg betrokken zijn, gelukkig. En ook heel erg mee willen denken. Ja. Maar dat is ook een groep die, tenminste waarvan wij het gevoel hebben dat die niet zo erg mee willen denken. Ja. En dat is heel erg jammer. Ja, en uiteindelijk zullen we dat ook weer samen gaan proberen te doen door middel van het oprichten van een werkgroep die dat gezamenlijk op gaat pakken. En daar zitten de mensen in, of daar komen de mensen in die daar ook betrokken en actief in willen zijn om uiteindelijk met die vastgoedeigenaren, maar ook met die makelaars in gesprek te komen om Boxtel weer op de kaart te zetten. Want ook die makelaars die moeten uiteindelijk weer geënthousiasmeerd worden om hun panden in de verkoop of in de verhuur te zetten, ja, zodat ze weer vol komen. Nou, en sterker nog dat de huidige huren een stuk naar beneden kunnen. Want dat is de bottleneck voor veel ondernemers die naar beneden starten. Ik wil er toch eens een genuanceerde opmerking over maken. Daarmee toch een beetje dus de eigenaren beschermen. Wat je namelijk ziet is dat veel eigenaren hebben, dat is echt een van de grootste problemen in Boxtel, het zijn hele grote panden. Hele diepe panden. Hè. Je hebt net al gezegd, dat pand dat loopt helemaal naar achteren. Die winkelier die wil eigenlijk alleen maar dat stukje wat ervoor zit. Zeg maar, van een pand van pakweg 1000 vierkante meter wil hij eigenlijk alleen maar 200 vierkante meter hebben. En vervolgens wil hij dat voor de helft van de prijs hebben. Nou, die ondernemer, dat jongens goed eigenaar, die rekent dus op basis van die 1000 vierkante meter. En als je dat dan gewoon gaat kijken van wat die winkelier wil betalen voor die hele 1000 vierkante meter, is dat eigenlijk maar een fractie van datgene wat zeg maar normaal gebruiken voor zijn pand. Ik begrijp het spanningsveld. Dus dat is echt een spanningsveld. Nee, dat begrijp ik. Dus we kunnen maar niet leegstand te makkelijk levert zeggen van, ook niks op. Levert niks op, maar nee. Je kunt ook niet te makkelijk zeggen van, goh, doe het maar. Nee. En voor een vastgoedeigenaar is het ook heel belangrijk punt. Als je eenmaal een stukje verhuurt, en dat is ook een beetje het probleem van de huidige wetgeving van de huurbeschermingswetgeving. En hij verhuurt al is het maar een heel klein stukje van zijn pand. Hij kan krijgt ze er niet meer van, goh, ik heb een betere huurder, ga maar weg. Maar daarom is het belangrijk dat we uiteindelijk in beeld gaan brengen. Wat staat er te leeg? Welke oppervlaktes? En dat in beeld brengen, zodat als er een potentiële kandidaat komt, je het makkelijker kunt schuiven. Kijken van, nou, je kunt daar terecht of je kunt daar terecht. En dat je ook al de contacten hebt met de betreffende makelaar of eigenaar, zodat je wel makkelijker kunt schuiven. Okay. Ja. We gaan even, er zijn natuurlijk ontzettend veel dingen te bespreken. Nog kort even een van de opties als, want ja, we hebben allemaal kunnen lezen, willen we het centrum opkrikken, dan moeten er offers gebracht worden. Ik zie daar allemaal mensen ja knikken. Een van de meerdere opties, hè, laat ik dat even heel duidelijk stellen, was om wellicht een supermarkt echt naar het centrum te halen, Felix. Ik vind hem, zou je dat even kort willen toelichten waarom dat belangrijk zou kunnen zijn voor het centrum? Nou ja, we hebben het net even over de Lidl en de Albert Heijn gehad, die in de beleving wel in die rand van dat centrum zitten, maar niet echt bijdragen aan de interactie met de rest van de winkels in het centrum. Ik denk dat je moet realiseren dat een centrumgebied op het niveau van Boxtel, met dit draagvlak, dit aantal inwoners, over het algemeen in andere plaatsen van vergelijkbare omvang een centrum is waar de supermarkten een belangrijke rol in spelen om die bezoekers naar dat centrum te krijgen. Mm-hmm. En dat heb je hier eigenlijk niet. Mm-hmm. Dus wil je dit centrum weer perspectief bieden, dan zul je er eigenlijk voor moeten zorgen dat er echt direct aan dat centrum gekoppeld een supermarkt zit die bezoek trekt, die veel bezoek trekt. Waardoor die wisselwerking met de rest van die winkels tot stand komt. Ja, dat je je auto parkeert en je loopt even door. Ja, naar je loopt winkels even door. En het is een combinatiebezoek dat dan plaatsvindt. Of in ieder geval dat je ziet wat er nog meer te koop en te doen is in dat centrum. Zodat je herhalingsbezoek krijgt gericht op die andere activiteit die er ook is. Uh-huh. En dat mis je gewoon in Boxtel. En dat zie je in andere plaatsen van 20.000, 30.000 inwoners. Zie je dat niet zo uit elkaar liggen zoals dat in Boxtel is. Oké. Okay. En hoe zou jij dat vinden, Luc? Als er een, Ik denk dat dat enorm zal toejagen. Ik vind overigens wel dat als je praat over een supermarkt, hè, want er zijn natuurlijk verschillende opties geweest. Mm-hmm. Laten we zeggen, is het algemeen, het juicht in ieder geval toe dat er food naar het centrum komt. Dat mag ook een
nou, zeg maar een food, zeg maar vers markt toestand mag dat zijn. Hè? Je ziet tegenwoordig dat ook in de supermarktsfeer allerlei nieuwe concepten tot ontwikkeling komen, waar je vers product uiteindelijk aangeboden wordt. Nou, dat zou hartstikke fijn zijn als we zoiets hadden, als we zeg maar een supermarkt hadden met een groot aantal vers producten. Want dat geeft dan ook weer een beetje een kwaliteitsverhoging van het geheel. En daarmee breng je ook de hele kwaliteit van het centrum weer omhoog. Mm-hmm. Dus dat zou ons erg goed uitkomen. Oké, en op welke plek zou die dan mogen komen? Op een plek, dat is natuurlijk het probleem van de supermarkt, hè. Hij moet goed bereikbaar zijn, dus er moet parkeergelegenheid zijn. Nou, je kunt hem niet zeg maar, op een plek op de markt zetten waar je zegt van, goh, daar kan geen hond komen, geen auto komen, dus dat kan niet. Dus het zal altijd een plek zijn die zeg maar, dicht in de buurt van de Dokter van Helvoetstraat zal liggen. Het is ook een kwestie van, het moet een integrale oplossing worden. Hè? Dus het is alles bij elkaar. Het is het parkeren goed faciliteren. Het is eigenlijk een doorsteek maken om vanuit achter het struip het centrum goed te kunnen bereiken. Je moet zorgen dat de aan- en afvoer naar de supermarkt. Het is echt een integrale oplossing. Het is natuurlijk niet opgelost met of alleen een publiekstrekkende winkel. Want wij praten over een supermarkt, maar ik wil het iets breder trekken. In ieder geval een winkel die echt publiek trekt. Hè? Een hoog traffic gehaald heeft. Een hoog? Traffic gehaald, ja, en een hoog bezoek gehaald. Ja. Mm-hmm. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. Maar nogmaals, het moet een integrale oplossing worden. En wat zou dat allemaal kunnen zijn? Want iedereen denkt mee in Boksel, ik ook. Ja, dat kan ook. Een trekker? Een bazaar zijn of Action, whatever. Een Action die zit daar hartstikke ja, goed. Betaalt weinig huur, die denkt ik ga niet verhuizen. Ja, maar misschien dat hij voor weinig huur wel naar het centrum wil. Dus, oh ja? Nou, ik zeg niet dat het alleen ik zou het fijn vinden hoor. Ja, nee, maar ik wil zeggen, het gaat me niet zozeer om de naam, het gaat me over een publiekstrekker. Ja, ja. En wat het dan is, inderdaad, daar laten we even in het midden. In ieder geval een beetje publiekstrekker. Wat je wel ziet, en ik denk dat Felix dat wel kan bevestigen, je ziet een upgrading hè, in allerlei winkels, om zo maar zeggen. Je ziet, bijvoorbeeld als je naar de Lidl gaat, dan zie je daar ook dat het hele assortiment gewoon enorm geüpgraded wordt. Het wordt steeds hoger, steeds duurdere producten en dat soort zaken. En ik denk dat wat wij moeten hebben in het centrum is, en daar blijf ik nog een beetje bij, dat is dat punt van die upgrading. Hè? Dat verbeteren, het aan de ene kant trekken, maar gelijktijdig ook kwalitatief hoogwaardig. Ja, zeker. Dan praat je over het hele centrum. Ja, ja maar dat is natuurlijk ook zo. Je praat over het hele centrum, maar de elementen moeten dus daar ook aan bijdragen. Maar daar zit ook denk ik iedere keer wel dat spanningsveld. Dat je ziet op het moment dat een centrumgebied wat achteruit glijdt, in de zin dat er gaten gaan ontstaan, leegstand. Dat dan dat middensegment en het lagere segment nog wel plekken zoekt. En als je het winkelaanbod van Boksel vergelijkt met andere plaatsen, dan zie je hier heel veel toch lagere segmenten, het discountachtige aanbod. En uiteindelijk is dat niet goed voor het centrum. Dat heb je ook nodig, alleen dat moet wel gecompenseerd worden met ook aanbod wat... Ik zeg het midden- en het hogere segment bedient. Ja. Okay. Alleen dat is natuurlijk heel moeilijk om dat te creëren. He, want daar heb je dus weer draag voor nodig. Daar heb je een klimaat voor nodig. Daar heb je ook ondernemerschap voor nodig die daarin wil stappen. En die zeggen van wat heb je me te bieden? Wat is nou een goede vestigingsplaats voor mij om met zo'n winkel in Boksel te gaan zitten? En dus wat Richard zegt, van het is een integrale aanpak. Je kunt niet zeggen van ik ga één dingetje oplossen. De bereikbaarheid of het parkeren of ik zet er een supermarkt in. Ja. Dat werkt niet. Als je niet tegelijkertijd bezig bent met een goede afbakening van je centrum... een goede inrichting van dat gebied wat je tot kerngebied benoemt. Dan het parkeren, de bereikbaarheid, de trekkers er naartoe. Dus de winkels die daadwerkelijk dat publiek hier naartoe halen. Tegelijkertijd kijken naar je branchering van het totaal. Tegelijkertijd kijken naar hoe krijgen we die samenwerking beter tot stand. Ja. Wat jullie al zeggen over de vastgoedsector. Die is heel belangrijk dat je die erbij betrekt. Maar ook de ondernemers onderling, de ondernemers en de horeca, de ondernemers en de gemeente. Een goede aanpak van samen de schouders eronder. Dus de krenten eruit halen is een heilloze weg. Dat gaat hem niet lukken. Nee, dan ik noem het wel eens van je moet naar van de place to pay naar de place to be gaan. En als mensen er graag willen komen, dan gaan ze uiteindelijk daar ook geld uit geven. Ja. En die aantrekkingskracht die moeten we ook hier voor elkaar gaan krijgen. Precies. De eerste aanzetten zijn nog goed, hè? Door de koffie met gebak actie en even meteen op de plank acties. En we gaan straks een mooie nostalgische kermis
voor de Bokse bevolking en omliggende gemeentes organiseren. De wil is er absoluut. Ja, de wil is er. Wat mij wel niet genoeg benadrukken. Nee, dat is ook. Wat mij wel dan weer opvalt, is dat er in één keer van meerdere hoeken tegelijk een spaaractie komt. Dan denk ik, jongens, moeten we dit niet samen doen? Want nu voel je dat? Nee, dat is denk ik heel belangrijk. Dat is jammer, hè? Dan denk ik. Dat is ook iedere keer het moeilijke van dit soort processen, omdat je met zoveel verschillende partijen te maken hebt. Die allemaal weer een eigen agenda hebben en die de bereidheid moeten hebben om dat nou eens op één hoop te gooien en daar een oplossing voor te bedenken. Ja, precies. Ja, maar ze zitten er wel. Dat is ook goed. Dat is ook goed. Ja, en daar moet je gebruik van maken. Ja, klopt, maar het mag elkaar niet tegenwerken. Nee, het moet elkaar niet tegenwerken. Moet je enorm voor oppassen. We weten allemaal dat, dat heet met een mooi woord dan loyaliteitsprogramma's, dat mensen meer zeg maar, in je eigen dorp gaat kopen, gaat besteden. Dat willen we. Vreselijk belangrijk. Ja. Dat willen we ook allemaal. Ja. Ja. Moet je ook stimuleren. En iedereen met allerlei faciliteiten kun je dat doen. Maar je moet wel op een gegeven moment samen dan beslissen welke gaan we dan doen. Ja. En laten we dan ook als ondernemers ook allemaal gewoon achter gaan staan. Hè. Dus niet dat je, wij spreken, daar een airman hebt en daar een bokselaatje en daar dit en precies. Daar dat. Daar moeten we gewoon vanaf. Zorg dat we op één lijn komen te zitten. Dat we met z'n allen besluiten, dit gaan we doen. En vasthouden. Ik mag even, het is niet te vergelijken misschien qua grootte met Boksel. Maar ik ben een geboren Boksel, maar ik woon al heel veel jaren met heel veel plezier in Liemt. Onze acties doen het super. Ik ga vlug naar het volgende, want ik zie dat de tijd vliegt. Ja, betaal parkeren of blauwe zone. We hebben even ook wat burgers. Ja, jullie lachen. Het is een drama. We hebben een aantal burgers gevraagd van hoe zit dat? Hoe vinden jullie nu? Hoe moet dat nu met dat parkeren? Die wil ik graag nog even laten zien. Ik heb er geen probleem mee. Maar wat je van andere mensen hoort, dat is het parkeren. Ja, ik was het niet eens met het feit dat je in Boksel, helemaal in Boksel, betaald parkeren moet gaan doen. De markt die mag voor mij wel autovrij zijn, dan kun je die terrassen groter maken. Maar blijven dan de mensen misschien niet weg in het centrum? Van de andere kant moeten we daaraan wennen. Als we in een andere stad, een bos of Tilburg, dan zetten we de auto neer en lopen 10 minuten naar het centrum. En dan vindt niemand een probleem. Nee, hier wel. Hier is 1 minuut al te veel. Nou, daar moeten we denk ik aan wennen. Ik denk dat het wel belemmerend werkt als je de auto heel ver weg moet zetten. Ja, dus daar is het aanbod te weinig voor. Hè? Voor Boksel heeft te weinig aanbod om te zeggen van nou, in een stad als Den Bosch loop je wel een eindje. Omdat je weet van er is voldoende te doen. Als het in Boksel zou zijn, denk ik dat mensen dat dan niet per se voor over hebben. Dus dan zou het centrum echt aantrekkelijker moeten zijn. Ja. Op het Brukersplein is plek genoeg. Je kunt hier makkelijk parkeren, daar gaat het niet om. Maar ik denk ook dat het te maken heeft toch met de leegstand ook, van de winkels hier. Dat er veel winkels leeg zijn, lege stukken en mensen gaan daar niet naartoe. Want ja, er is niks te zien. En dat is jammer, want de winkels die erachter zitten, ja, die krijgen dan ook geen publiek. Nee, ik heb geen auto dus. Dat is het probleem denk ik niet, parkeren. Het is gewoon het aanbod van winkels, Ik denk wel dat het invoeren van een blauwe zone zou kunnen helpen. En waarom? Omdat mensen, het is tegenwoordig al allemaal duur zat. En dan zeggen ze van nou, ik ga hier ook nog eens daar mijn auto neerzetten om te betalen, om ook nog eens naar de winkels te gaan. Nou, ik denk dat er wel voldoende parkeergelegenheid is in Boksel. En de markt auto vrijmaken. Ja, als er geen winkels zijn en alleen maar kroegjes, denk ik niet dat het nodig is om de markt auto vrij te maken. Ja, ik denk dat parkeergelegenheid dat het daar niet aan ligt. Want je hebt voldoende dingen of plaatsen waar men kan parkeren. Ik zou zeggen, ik wil niveauterrein mooi maken. En dan pas de automarkt autovrij maken, niet eerder. We moeten wel een alternatief. En we moeten achter de vijver en zo, niet de vijver dichtgooien, maar daar moeten we meer ruimte creëren. En dat kan ook nog. Je hoeft maar 20, 30 auto's in de zat. Ik hoorde dat daar op het hoekje in een kunstwerk komt. Daar staan een hoop fietsen. Wat denk je wat de mensen dadelijk doen? Als ze daar de fiets niet meer neer kunnen zetten, ben ik bang. Dat ze wegblijven. Dat ze wegblijven. Dan denken ze, ja, we gaan niet meer daar naartoe, want daar kunnen we de fiets nog niet meer kwijt. Dus dan moet je ook voldoende parkeergelegenheid voor fietsen hebben. Ook belangrijk. Ja. Nou, met parkeren, als ik met de auto ga, dan ga ik wel Brugersplein neerzetten. Maar ik ga eigenlijk bijna altijd met de fiets. Dus eigenlijk met parkeren heb ik eigenlijk niet zo'n moeite mee in Boksel. Maar er is eigenlijk voldoende, tenminste, dat vind ik. Nou is het zo dat ik hier op de markt werk zelf, dus ik merk ook dat het hebben van auto's op de markt ook wel weer een voordeel heeft voor winkeliers. Dus het is best een lastig probleem. Ze moeten heel het centrum moeten ze parkeervrij maken, dat is maar aan de zijkant. In de stad kun je ook niet midden in de stad gaan parkeren. En zo moeten ze het hier ook doen. Oké, dank u wel. Oké. Luid en duidelijk. Ja, maar ik ben altijd luid en duidelijk.
Ja, we horen en we zien het, dat wisten jullie natuurlijk al. De meningen zijn verdeeld. Het is een redelijk complex onderwerp, ook weer dit. We hebben inmiddels al vanavond geleerd dat alles een beetje met elkaar samenhangt. Dus dat zal dit onderwerp ook zijn. Toch ben ik heel benieuwd. Richard, betaald parkeren of blauwe zone? Blauwe zone. Blauwe zone. Ja. Luc? Blauwe zone. Blauwe zone. Bas? De besliste gemeenteraad. Oké, maar jij als privé? Als privépersoon. Wat volgens mij het belangrijkste is, dat we keuzes maken waar we met z'n allen achter staan. Dan krijgen we weer zin en energie en gaan we er weer tegenaan. Oké, dus we hebben twee blauwe zones en één zegt dat beslist de gemeenteraad. Oké. Ja, je bent net hier. Wat zegt jouw ervaring? Kijk, als er uiteindelijk mensen, en het wordt ook in het filmpje aangegeven, mensen moeten gewoon graag naar Boksel willen komen. En als ze graag naar Boksel willen komen, dan moeten ze daar kunnen parkeren. En als ze dan kort willen parkeren, dan zou daar zo'n blauwe zone of juist net andersom heel belangrijk zijn. Maar als ze uiteindelijk de aantrekkingskracht krijgen vanuit Boksel, dan komen ze vanzelf en dan gaan ze ook wel parkeren. Maar een blauwe zone zou daarin wel heel fijn zijn om daar in ieder geval wat... Oké, want ik kom heel graag in Boksel, maar ik wil heel graag een blauwe zone. Ja. Oké, blauwe zone, zijn er al drie? Ja, veel als een meerderheid, hè? Oké, ja. Mag ik die vraag ook aan Felix stellen? Wat zou je voor het centrum kiezen op dit moment? Ik weet niet of het een kwestie van kiezen is. Een product heeft zijn prijs. Hè? Als het product goed is, ben je bereid om er iets voor te betalen. Dat geldt ook voor parkeren. Dus als er in dat centrum voldoende aantrekkingskracht is, als daar voldoende activiteiten zijn die het voor mij interessant maken om naartoe te gaan, dan ben ik ook bereid om daarvoor te betalen als het gaat om het parkeren. Ja. Als dat onvoldoende is, als dat niet mijn wensen invult, dan vind ik dat ook niet de moeite waard om daarvoor te betalen. Ja, en dan dus dan... Het is een integraal verhaal, wederom. Ja. De meeste plaatsen van deze omvang hebben geen betaald parkeren. Dat moet je je ook wel realiseren. En dat geeft ook je concurrentiepositie ten opzichte van, ik noem maar even Schijndel of Vught of Oosterwijk weer. En daar moet je wel rekening mee houden, denk ik. Oké. Helaas zie ik dat het tijd is. We gaan beslist hopelijk daar nog een keer verder over door natuurlijk. Als eerste wordt er dus besloten welk gebied behoort tot het centrum en dus alle efforts die we erin stoppen om daar... Misschien als eerste, je hebt een aantal grote thema's die we ook hebben opgehaald de afgelopen maanden. Ja. Dan moeten we allemaal keuzes over maken. Oké, maar je moet denk ik eerst je gebied vaststellen, denk ik, of niet? Nou, hoort er ook bij. Oké, alles tegelijk. Het wordt allemaal bij elkaar. En de blauwe zone maken en tot allemaal. En mag ik, wat ik heel graag kwijt wil, is dat de ondernemers heel belangrijk hebben bijgedragen aan het traject van de afgelopen maanden. Ze hebben het voor een belangrijk gedeelte mee georganiseerd. Wij hebben dat alleen maar hoeven ondersteunen. Ze hebben hele duidelijke signalen afgegeven. Volgens mij is nu bijna alles klaar om met elkaar tot keuzes te komen en dan handen uit de mouwen. En we hebben het samen gedaan. Ja. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ja. Dan hopen we ook echt dat deze, super, dat jullie inzetten en alle hulp en ondersteuning. Chef, heel veel succes in je uitdagende functie. Gaat goed komen, ja. Zeker. Nou, dat is heel erg mooi. Ik ga hem afronden. Ik hoop dat ik overmorgen de lampjes hier branden in het centrum. Want dat is mijn eerste prettige gevoel dat ik kan krijgen. Nee, we hadden maandag afgesproken. Maandag? Nog zo? Ja. Maandag. Want dat is toch wel heel belangrijk. Hè? Want als we dat al op kunnen lossen, jongens, wat 3 jaar geduurd heeft, dan komen we een hele eind. Ik bel morgen meteen de mensen van het lichtknopje. Jullie horen het, hè? Nee, dat vind ik helemaal super. Iedereen heel erg dank voor jullie komst. Het is een onderwerp wat nog veel verder besproken zal gaan worden. Wij houden natuurlijk heel graag in de gaten en hartelijk dank. U thuis voor het kijken naar deze uitzending van Dommeland Live van 25 november. Over 2 weken zijn wij er weer. Ik wens u alvast een fijne avond en tot dan.